als je het programma Ninite wilt downloaden, ga je naar Google. Dan typ je dat in. Ninite downloaden. Dan ga je naar de website. En dan kan je kiezen voor Windows, als je een Windows computer hebt. En dan zie je hieronder in het scherm allerlei programma's waarvan je die je kunt kiezen om automatisch te laten updaten als je de computer opstart. Firefox gebruik ik vanwege de vele plugins en handige oplossingen. Chrome heeft zelf een update systeem, hoef je dus nooit aan te vinken. Nou, je hebt voor elke categorie programma's een aantal keuzes. Ik zal eens even doorlopen welke ik zelf gebruik. Skype gebruik ik zelf. iTunes gebruik ik zelf. VLC recorder gebruik ik ook. Maar ook de Keylight codecs die nog sneller opstart. Spotify gebruik ik niet. Maar dat is natuurlijk ook prima voor muziek te luisteren. Silverlight, Java, Flash. Dit is voor Internet Explorer, maar dat gebruik ik niet. Voor foto's gebruik ik IrfanView en fotobewerking GIMP. Paint kun je natuurlijk ook, ook wel handig om foto's snel bij te snijden. Voor documenten hoef je hier volgens mij niks aan te kruisen. Maar goed, je kan natuurlijk Office aankruisen eventueel. Maar goed, security heb ik Avira. Dus dat heb ik dan al. Kun je aankruisen, maar dat update ook zelf volgens mij. Maar als je dat hier doet, dan hoeft Avira er niet meer om te vragen natuurlijk. Ik gebruik Dropbox. Je kan natuurlijk ook Google Drive gebruiken. Ik gebruik Evernote voor mijn herinneringen op te slaan. En TeamViewer hoef je niet op te slaan. Dat kun je standaard gebruiken online. Hier staan geen bijzonderheden bij. Ja, CD-burner XP kun je gebruiken voor CD's te branden. Hier zijn ook geen bijzondere dingen bij. FileZilla gebruik ik dus wel om via FTP bestanden naar mijn website te krijgen. Dus dat is wel handig om dat te updaten ook. Dan druk je Get Installer. Nou, ik moet er wel natuurlijk wel wat invullen. Ik neem aan dat ik er nog vanaf kan. Ja, je zou eerst het bestand beter kunnen opslaan en dan in een aparte map doen. Dan de map verplaatsen naar de C-schijf en dan daaruit pakken. Omdat ik dit al gedaan heb, klik ik nu op annuleren. Maar zo kun je Ninite dus naar je computer brengen. Wat je dan nog wel moet doen als het erop staat, is die losse programma's die je zojuist hebt aangeklikt, om bij elke gebruiker die programma's zo in te stellen dat ze niet gaan updaten. Want dat doe je zelf bij opstarten van de PC. Dus je hoeft dus niet. Die programma's moeten dus niet zelf gaan updates gaan zoeken, want dan heb je weer meer processen op de achtergrond lopen. En dat is niet jouw bedoeling, want je wil juist lekker kunnen werken op je PC. Dus de updates gaan voortaan centraal geregeld worden met Ninite.